zenuwachtig te maken over dat peloton. Die komen toch wat dichterbij, hoor. Ja, ja, zien twee Soedelmannen. Hebben die dan niet het vertrouwen? Racciani gaat aan. Racciani gaat aan. Racciani Nuvero. Gaat hij dan de dorpen om op Ruk verwinnen? Of wordt het Pollevliet of Rex? Is het Rex of Pollevliet? Komt Rex? Of is het Pollevliet? Het lijkt me Laurens Rex. Hij steekt in ieder geval zijn handen op. Laurens Rex wint hier de dorpenomloop. Hugh Hester klopt op zijn stuur. Hij lijkt een vierde te worden. Dat ging me net goed. Ja, ja, Rex die zijn handen in de lucht wil steken, maar pakte wat wind van de zijkant. Pollevliet kwam er nog bijna overheen. Maar zoals het er naar uitziet, is het Laurens Rex die wint. Ja, een mooie sprint, eerlijke sprint. Met z'n drieën naast en achter elkaar. Pollevliet die hier hem nog wil remonteren, maar net te laat komt op Rex die bijna zijn stuur uit zijn handen laat waaien. En dan het peloton. Laurens Rex die hier dus de 47e editie van Dorp om de Brug verweet te winnen.